zeer belangrijk voor onze huidige samenleving en voor onze toekomstige samenleving is de disruptie die we meemaken op het digitale vlak. Natuurlijk verandert alles steeds. Of om het met Heraclitus te zeggen, pantarei. Niks blijft hetzelfde. En, om het dan met Darwin te zeggen, deze soorten worden de sterkste die zich kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving, aan nieuwe uitdagingen. Dus evolueren met nieuwe technologieën, nieuwe technieken, is een noodzaak voor onze samenleving. Op economisch vlak, op financieel vlak, maar ook op de manier waarop dat we onze persoonlijke levens invullen. En dat zal ook enorme mogelijkheden creëren. In die zin dat de factor arbeid anders ingevuld zal worden. Die digitale transformatie heeft ook een robotiserende kant, waardoor het hele proces van manufacturing anders zal bekeken worden. Ook het hele logistieke verhaal zal een andere dimensie krijgen. En dat gaat mogelijkheden bieden aan de mensen om wellicht nog zinvollere taken te doen dan in het verleden.